In de muleke hierachter, dan moet hij het zien hoor. Welkom bij aflevering 19 van Hunsje. Ik sta hier in de zevende hemel, want de achtste was gesloten. Mooi hè? Ik wil iedereen van het decor bedanken die voor die mooie lampjes hebben gezorgd. Die lampjes komen helemaal uit Letland. Die zien zo zunig, het is nou niet zee. Tegen Helmond, dat was toch een zuiver doelpunt. Hij floot voor Hensbal, maar die bal ging erin. Wat ik wel heel mooi vond, dat ze de tweede helft heel lang meezongen met allemaal te kruipen, van gratis. Jammer mensen, het had beter kunnen, maar we hebben er toch een punt bij. Die Larsson deed het goed, mooi doelpunt. Werd niet gewisseld, die trainer zag het anders. Trouwens, die ananas hakkenbaar, die viel wel goed in die jongen hoor. Hij kreeg wel kansen, we werden er veel beter man. Als je ze niet maakt, dan maken hulletje. Mensen, wat gezellig hè, ik kreeg gewoon kriebels in mijn buik ervan. Ja, vrijdag tegen die kaasmakers uit Alkmaar hè. AZ, vorige week hebben ze met 3-0 verloren van MVV. Misschien zien we Rens van Eijden bij hun er nog wel bij. We moeten spelen op het AFAS-complex in Weidewormer. We letten nou, nog nooit verhuurd. We smelten die kaas van A tot Z. We maken er smeerkaas van in kuipjes. Ze zullen weten dat we gewest zien. Wie denken die lui wel dat ze zien? Ik voorspel dat we met 0-3 winnen, net als MVV. En dan sluiten we het mooi af. Heb ik van de week voor 75 euro een ezel gekocht. Voor thuis in de kerststal. Zeg mijn wief, wat moeten we de beest zo lang neerzetten? Die stal is nog niet klaar. Ik zei, zet hem maar zo lang in de slaapkamer. Toen zei hij, dat stinkt als een pest. Ik zei, dan moet hij maar aan wennen. Wij willen iedereen die ons volgt op RN7 en YouTube fijne feestdagen en een gezond en een sportief 2018 wensen. Nou, tot volgend jaar. Hoi. Ja, ik moet het nog even zeggen van die winkel nog. Naar aanleiding van vorige week, ik heb zoveel dames die me benaderd hebben om de maat op te nemen. Het mijn compagnon, Bas G, besloten dat wij een BH-zaak beginnen. Dus dames, binnenkort kunnen jullie allemaal komen. Hij had van die grote handen, dus dat is gunstig.